hallo sunshiners AsHA 2000 een term die heel goed gekend is heel veel mensen gebruiken dat als medicijn er zijn heel veel voorstanders en er zijn heel veel tegenstanders van ik ga mij vandaag op heel glad ijs gaan begeven ik ga hele grote risico's nemen ik ga even Asha 2000 onder de loep nemen wat ik ga vertellen is Misschien half doorspet door eigen mening, maar ik ga mij proberen te houden tot de feiten. Hallo, Sunshiners, welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominique Maas met mijn kanaal is de bedoeling om zoveel mogelijk gratis, begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. En helaas is een van de meest voorkomende problemen bij aquaristiek uh, de ziekte van vissen. En als het gaat over ziekte van vissen, dan wordt er heel snel geroepen ESHA 2000. Nu, ESHA 2000 zelf ben ik er absoluut geen voorstander van. Dat ga ik nu al zeggen. Maar ik ga misschien uitleggen waarom ik een beetje weigerachtig ben ten opzichte van Essad 2000. Ik heb vrij lang moeten zoeken om de nodige inhoud, de werkzame stoffen van Essad 2000 te vinden. Nogthans zou je denken in een tijdperk waar het wettelijk verplicht is om dat te gaan noteren of heel vlot beschikbaar te maken. Naar de eindgebruiker toe. Zou je denken dat het heel gemakkelijk te vinden is? Desalniettemin, ik vind ze zeer moeilijk terug. Maar uiteindelijk heb ik ze toch gevonden. Voordat ik die echter begin te gebruiken om jullie neer te knuppelen met van alles en nog wat van termen waar jullie waarschijnlijk niet zo heel veel zullen van begrijpen, behalve dan de woorden die ik wel begrijpbaar probeer te maken. Zou ik jullie willen verzoeken, ga zeker en vast abonneren op mijn kanaal. Klik gewoon op abonneren knopje of op het vestje rechts onder in beeld. En als je al geabonneerd zou zijn, vergeet dan zeker en vast niet te klikken op het duimpje omhoog. Jullie doen mij daar een heel groot plezier mee. ESHA 2000 bestaat voornamelijk uit vier stoffen. Althans, na lang zoeken heb ik vier stoffen gevonden. Het eerste is etacryline lactaat. Het tweede is koper. Het derde is methyloranje. En dan hebben we nog proflavine. We gaan beginnen bij de eerste: etacryline lactaat. Etacryline lactaat werd enkel gram positief en niet gram negatief. Jullie weten het of jullie weten het niet, maar er bestaan twee soorten bacteriën of antibiotica: namelijk de gram-positieve en de gram-negatieve antibiotica. Etacline lactaat zal dus enkel gram-positief gaan werken en zal dus bijvoorbeeld niet gaan werken op een pseudomonas die gram-negatief is. Het is dus met andere woorden een antibioticum. Mensen die zomaar roepen gebruik Esha 2000 voor het minste geringste van ziekte, bijvoorbeeld wette step, roepen dus eigenlijk ga ja, zomaar gaan behandelen met een antibioticum. Ik denk naar de mensengeneeskunde, maar ook naar de dieren toe, dat we allemaal inmiddels weten dat je niet zomaar een antibioticum mag gaan toepassen. Het is bijzonder gevaarlijk zelfs om zomaar een antibioticum te gaan toepassen. Resistentie tegen bepaalde antibiotica is heel nadelig voor ons ganse ecosysteem, zowel voor mens als dier. Een tweede component was methyloranje. De hoofdreden waarom men methyloranje gebruikt in de chemie. Methyloranje is een pH-indicator, een kleurstof die dus verandert naarmate de pH verandert. Een hele vreemde keuze om dat dan in een medicijn te gaan stoppen, maar goed, laat ons zeggen dat daar wel bepaalde redenen voor zouden kunnen zijn. We gaan dus als we Essha 2000 toevoegen, methyloranje in ons water gaan toevoegen. Een pH-indicator, nogmaals. Methyloranje heeft ongetwijfeld wel een aantal antiseptische redenen. Vroeger werd het heel vaak gebruikt, maar nu probeert men dat zoveel als mogelijk te gaan vermijden. Waarom? Dierenproeven met methyloranje hebben uitgewezen dat er een vergroting van de lever is bij dieren wanneer ze methyloranje binnenkrijgen. Dus hun lever wordt groter. Op zich zou je nu kunnen gaan denken: van oké, okay, zo erg zal dat wel niet gaan wezen. Ten eerste, als een lever groter wordt, dan zal. Andere organen dus moeten plaatsmaken voor die vergrotende lever. Andere organen die moeten plaatsmaken, bijvoorbeeld de zwemlaas of in het ergste geval ook de nieren. Wanneer we daardoor in de problemen komen met bijvoorbeeld de nieren, dan kunnen we buikwaterzucht krijgen. Buikwaterzucht kunnen we zeer moeilijk tot niet gaan genezen bij onze vissen. Zal dat nu zijn van eenmalig SHA 2000 te gebruiken, dat jouw vissen zouden aan nierfalen leiden en bij gevolg buikwaterzucht hebben? Ongetwijfeld niet, ik ben ervan overtuigd van niet. Maar toch geeft het al een indicatie dat het misschien wel niet zo heel gezond is om methyloranje te gaan gebruiken. Extra symptomen van een opgezwollen lever kunnen zijn het opstapelen van vocht in de buikholte. En dan gaan we weer al gevaarlijk dicht bij een verkeerde diagnose van buikwaterzucht. Maar goed, methyloranje, het Z en 2000, het zal ongetwijfeld wel ergens een of andere functie hebben, alleen vind ik ze niet onmiddellijk terug. Dan hebben we natuurlijk nog proflavine. Proflavine. Zoals jullie kunnen zien in deze tekst, ik zal hem diagonaal voor jullie lezen. Acraflavine en proflavine werden vroeger heel vaak gebruikt als antiseptica. En ik lees even in het Engels. De Nederlandse ondertiteling komt hierboven in beeld. But use has now been largely discontinued because of toxicological considerations. Het gebruik werd dus al massaal stopgezet omwille van toxicologische redenen. We lezen verder. Menselijke contactgevoeligheid aan proflavine zijn geassocieerd met het wijdverspreid gebruik van zijn antiseptisch karakter. En we gaan nog een klein beetje verder. Acraflavine en proflavine zijn dna interlacing. Ze kunnen dus aan jouw DNA zitten prutsen. Het is al niet te min. Proflavine is een middel die wel vroeger dan. Vaak gebruikt wordt. Nu wordt er meer acraflavine gebruikt. Het blijft slecht chemisch spul. Nu, uiteindelijk weten we ook wel een klein beetje als we medicatie gaan toepassen in ons aquarium dat we bezig zijn met slecht medisch spul. Ongeacht welke medicatie het is. Dan hebben we uiteindelijk nog de laatste component van SHA 2000, namelijk koper. Koper kan dodelijk zijn voor jouw garnalen, voor sommige vissen, zoals bijvoorbeeld roggen, sommige slakken en zelfs planten. Zelfs planten, want het is namelijk een heel goed anti-algmiddel. En dus, algen zijn ook planten, en sommige planten zullen echt wel heel zwaar te lijden hebben onder koper. We voegen dus een combinatie in ons aquarium toe van proflavine met zijn nadelen methyloranje als pH-indicator met lichte antiseptische eigenschappen. We voegen ook koper toe, die wel degelijk gebruikt wordt in medicatie, maar die dus dodelijk is voor slakken, garnalen en sommige vissen. En dan uiteindelijk nog het etakriline lactaat. Dit is gram positief, een antibioticum die we in ons aquarium gaan toevoegen. Jullie horen het waarschijnlijk, vier componenten en vier componenten waar ik niet altijd helemaal het nut van snap, al zeker niet in de weinige doses die gebruikt worden in SHA-2000. Ik snap dus het nut niet van SHA-2000. Snappen jullie het wel? Oké, okay, prima voor mij. Willen jullie het toepassen? Voor mij geen enkel probleem. Ik heb hiermee niet gezegd dat het een slecht medicijn is. Het is gewoon mijn mening, mijns inziens, een medicijn die ik nooit of te nimmer in mijn bakken zou kappen. Ik hoop dat je iets had aan deze video. Hoogstwaarschijnlijk zullen er wel een aantal mensen furieus zijn over deze video, maar dat neem ik er dan maar bij. Ik wens je verder nog een fantastische dag toe. Dag.